Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Voordat jullie iets gaan zeggen, deze video is geen haat naar Kevin toe. Ik heb deze video onlangs gekeken. Maar deze video is dus geen haat. Yo mensen, welkom bij. Deze video is dus geen haat naar Kevin toe. Totaal niet. Dat wil ik al ten eerste zeggen. Ik ga eventjes reageren op de video van Kevin. Die op mij gereageerd heeft. Dus, toen had ik nog 147 abonnees. Nu 179. Kevin Gims' kanaal. Vandaag commentaar van Altijd Dylan. Ja, jullie horen het commentaar van Altijd Dylan. Dus hij gaat reageren op mij. We kennen elkaar daarom. Ja, dat is waar wat hij zegt. We kennen elkaar al heel lang. Mijn eerste ding wat ik wil zien als video aan hem, dat is FIFA 16. Xbox 360. FIFA 16 speelde op Xbox 360. Dat was nog een oude video van mij, dat is, ja. Dat was nog lang. Dan gaan we naar live tot 8:30. Dan nog eens live. Spannend voor te kijken. Dat is je altijd spannend voor te kijken. Live voor mij. Te spelen, waar we eens naar komen. Dan pak je Nederland. Dan gaan we voor Feyenoord. We gaan tegen Jovieltown. Jovieltown. Van de voet. Zoals jullie zien, toen was ik nog veel dikker dan ik nu ben. Dus waarom kreeg je mijn preview? Kijk, ik moet wel op het scherm kijken. Tot ik 2 uit Engeland spelen. Zie je, dat haat ik als we met zin in games. We zien de games niet in beeld, alleen delen. Ja, Kevin. Toen had ik nog geen capture card, dat ik nu wel heb. Een Arri Media LGP Lite. En jullie zien dat ook aan mijn vorige video's. In 2020 had ik mijn video's van FIFA, GTA, Uncharted. Heb ik één game gedaan. Jullie Uncharted nog terugzien. Kijk dan zeker, laat het dan zeker weten in de reacties. Dat ik een short moet terugbrengen, GTA, FIFA. GTA ga ik sowieso binnenkort eens live gaan. Voor Team of the Year. En ja. Dylan, als je kan geen games zetten in je scherm. Spaar van Capture HDMI. Zo is het makkelijk. Ja, die heb ik nu ook, Kevin. Nu met mijn PC heb ik veel meer aangekocht, zoals nu deze microfoon die jullie nu horen nu. Dus ja, let's go naar de volgende stukje. Makkelijk voor het scherm en uw game. Ja. Dan gaan we ook game zien. Mm-hmm. Allee, we gaan verder kijken. Ja. Ik speel natuurlijk met de thuis tenue. Thuis tenue, ja. Want als toen nog dat Dirk Kuyt bij Feyenoord speelde. En ja. Ik wist toen zelf niet dat ik een game capture kon kopen. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Ik dacht dat YouTubers toen met PS4 Remote Play opnamen. Want dat was toen natuurlijk al mijn game capture. Nooit opgezocht, terwijl ik nu meer en meer into YouTube ben geworden, dus meer en meer streamen. En nu ook met Twitch, ook meer en meer aan streamen. En dat wist ik toen nog niet dat ik dat kon kopen. Maar, let's go naar het volgende stukje. Jovieltown, weg met het uitertje spelen. Ja, in het uitertje, dat heb ik ook toen gedaan. Wie zit er weer in de aan? Dat is de stand geweest als toen. Ja, sorry, kijk, staat het recht buiten. Die dan stopt te zeggen waar van wat, welke spelen, waar. Ja. We hebben makkelijk, we kijken
op Google wie is daar en voilà. Inderdaad, zo kunnen we dat ook doen. Op Google kijken wie waar zit en... Ja! Eliab linksbuiten. Eliab linksbuiten. Toen had ik eigenlijk nog geen benul, wat aan FIFA eigenlijk aan toe was. Ik ben eigenlijk pas begonnen met FIFA in plaats van FIFA 19. Ik ben 21 nu. En ik ben meer en meer Ultimate Team gaan spelen met FIFA 20. En FIFA 19 ook al. Maar nu vooral met FIFA 20 en FIFA 21 ben ik echt serieus hard aan het gaan. Heb ik nu al een team. Niet te geloven. Hopelijk een team verdienen binnenkort. Als daar nog een windje water is. Misschien ga ik nog wel... Stream highlights zetten op mijn kanaal. Een beetje verder gaan nu. Nee, dat is geen altijd gemist. Ja. Goed gezien. En ons proppen de tekkel. Ik wil wel het spel, maar we zien het spel niet. Dat vind ik jammer. Ja, dat vond ik toen ook jammer, Kevin, maar nu is het heel anders. Nu is het vooral dat ik eventjes... Ja, toen had ik nog, zoals ik in het begin van de video zei, had ik nog geen benul naar hoe of wat dat ik moest doen. Maar, ja. En dan volg de video. Blijf tot. Half negen, ja, toen was ik zelfs niet live tot half negen geloof ik, toen had ik maar 5 minuten of 10. Toen had ik zelfs maar een kwartier live of zo. Dames en heren, ik ben live op mijn kanaal. En ik ben niet live, ik ben bezig een video te maken. Ik nu ook, Kevin. Of. Joey is cool. De leukste t-shirt heb ik nu vandaag. Het is vandaag de 30ste. Bijna 12 uur 's avonds. Ja. Hey, Joran. Dat was gewoon een bericht, stop met pesten. Inderdaad, stop met pesten. Ja, maar ik pest het toch niet, Alexi? Nee, ik begrijp, die praat niet zoveel. Ja, dat was toen eigenlijk ook in al een video dat ik niet veel praat. Nu is dat helemaal anders geworden. Dus ja! Hup. Nog eens live naar de hele lange tijd. Ja, dat was echt wel lang geleden. Yo guys, het is je boy Dylan hier. Weer terug met een nieuwe. Toen had ik eerst mijn bril aan, wat ik nu eigenlijk nooit meer doe, nog eens video's. Op mijn kanaal. Jazeker. Kevin! Ja, waar? Wat zie ik hier? Heb je het belletje niet aanstaan? Zet dat belletje een keer aan. Nu ik een bril draag. Ik moet een bril dragen om op mijn scherm te zien. Maar ik ga dit je beetje afzetten. Nee, op FIFA. Die heb zijn bril niet aan. Ik ja, Kevin, toen had ik mijn bril niet mee. Moet. Oh, ja. En ik krijg nu van alles binnen. Dat haat ik. Als ik moet iets een video opnemen met mijn micro, moet ik nooit de gsm aan. Ik doe altijd uit. Ja, Kevin, ik kom al hier uit, maar toen had ik dat vergeten. En leef je nog? Ja, ik leef nog, Kevin. Dus ja, wat gaan we vandaag nog doen? Niks. Natuurlijk. Ze gaat er. En ja. Oké, hier is echt de slang geleden, de video. Ja, inderdaad, dat was lang geleden. 2019. Zie je, want daar heb ik zelfs mijn bril uitgedaan, geloof ik. Dat is in de 8ste. Let's go. Mijn artikel, mijn reactie op artikel 13. Dat was ook een kutvideo. Ik heb een pauze, want ik wil zijn commentaar niet kijken. 26 april. Dat is toch waar, dat is heel lang. Inderdaad. 20 april.
Ah wel mensen, als jullie vinden de compound daar leuk wat ik heb gedaan aan mijn beste vriend, geef de maximum like, abonneer op mijn kanaal. Ja mensen, ga die video nog eens pushen. Bye bye. Die video moet gepusht worden naar de... Die video moet gepusht worden naar de 20 likes. Haalt hij dat nog? En breng die man naar 100 abonnees. Zo snel mogelijk. Breng die man naar 100 abonnees. En ja, breng die man naar 100 abonnees. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En reageer, abonneer. En abonneer ook op Kevin's kanaal. Deze video, nogmaals, deze video was puur entertainment. Niet voor hem te roosten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op Kevin. Abonneer op mij. Like die video van Kevin. Like die video van mij. En... Joe!